Hoi allemaal en welkom bij weer eens een nieuwe video. Ik ga zo naar Zoe, het is zaterdagochtend. Het is vandaag een stuk kouder, volgens mij is vandaag 22 graden of zo, dus vergeleken met de afgelopen maanden is het prima te doen. Maar om 10 uur is een fotoshoot bij ons bestal, dus ik ga wel nu al, het is 8:15 of zo, 8:30. Dus ik ga zo naar stal, ik denk dat ik weer eens bidloos ga rijden. Of nou ja, weer eens, dat probeer ik de laatste tijd al meer te doen. Als ik nu bidloos rijd, dan doe ik dat trouwens kin gekruist. Ik weet het niet precies. Volgens mij kin gekruist. Dus ja, dat loopt ze eigenlijk best wel goed op. Dat is beter dan wanneer ik gewoon de teugels aan Miklum vastmaak. Dus ja, ik ga kijken of ik wat voor jullie kan filmen. Er is echt nog niemand op stal. Of ja, ik heb al voor degene die ze buiten heeft gezet, maar die is op bosgen, denk ik. Dat verbaast me eigenlijk wel. Ik dacht dat wel meer mensen voor de fotoshoot zouden willen rijden. Maar ja, sommige mensen hebben les en anderen hebben dan weer een paard dat daar niet zoveel om geeft. Zoe misschien ook niet, weet ik niet, maar ik ga gewoon voor de zekerheid vast rijden. Kan ik het vast gehad hebben. Ik zei dus net al dat ik bidloos ga rijden. Ik merk de laatste tijd dat ik gewoon niet meer zoveel lol heb in het rijden. Dus ik dacht, als ik nou gewoon bidloos wil op ga pakken, dan is dat weer iets nieuws, zeg maar. Dan kunnen we daarmee oefenen. En misschien dat ik dan weer een beetje leuk ga vinden, hopelijk. Zoe die staat nu in een van deze achterste paddocks. Ja, die dus, maar... ze stond met Luna in de grote paddock daar met z'n tweeën. En met die paddock ga ik voor drie en deze zijn voor twee. En dat staat nu echt helemaal vol op stal. Dus ja, er was geen ruimte meer voor hun om in een grote paddock te staan. Zoe staat voor het eerst deze afgelopen maanden lekker zonder deken. Want het is nu 22 graden of zo. Nou, volgens mij is het nu nog kouder. Maar het kon wel weer, dus ik dacht het is toch wel lekker voor haar om even zonder te staan. Nou, zo rijd ik dan. Dan zit hieronder een ding waar de ringeltjes aan vastzitten. Ik ga hem alleen af of niet een beetje te laag zit, maar ik moet nog een beetje uitzoeken hoe het zit met dit hoofdstel. Ik ben weer klaar met rijden. Het was eigenlijk vandaag niet de beste dag, maar niet eng. Het was vandaag eigenlijk niet de beste dag om bidloos te gaan rijden, want ze zagen allemaal op de golfbaan daar. Die is blijkbaar net geopend, maar ze allemaal arme golfballen aan het opruimen. Ik vond het zo weer een beetje vreemd. Op een gegeven moment liepen twee mensen, op een gegeven moment was ze daar wel aan gewend. Maar toen kwamen er andere mensen en toen waren die weer heel spannend. Maar uiteindelijk heeft ze dat prima gedaan, maar ik had echt zoiets van, ze mag niet schrikken, want ik heb gewoon sneakers aan. Omdat mijn rijlaars nu best wel strak zit. Ik weet niet of ik af moet vallen of dat mijn
benen opzwellen door de warmte. Maar ja, die zitten gewoon best wel strak en ik wil niet de ritsen niet kapot trekken. Dus ik ga nu even met sneakers. Maar ja, ik had wel zoiets van als het daar geschikt, dan weet ik niet hoe stevig ik zit. Hé? En ik weet niet of je het kan zien. Maar er staat daarachter staat ergens iemand te sproeien. En die hield echt zo alsof het leek alsof je gewoon tegen een boom aan stond te plassen. Maar goed, ja, we zijn klaar. Hier heeft Zoe ook. Dus ik ga er afzadelen en dan zijn we mooi op tijd klaar voordat alle fotoshoot gekte begint. Er is nog steeds niemand. Dus des te braaf Zoe meeloopt. Kom. Je wil graag de bak uit, Zoe. Kom. Niet braaf dus. Kom. Wil je nog meer werken? Zoe. Kom. Als je wegloopt, I swear to God. Kom. Aap. Dit is nou ook echt zo typisch, hè. Als ik op het onder het zadel, kan ik zo je poort open doen en loopt ze zo door de poort heen. En als ik dan naast sta, dan denkt ze, huh, poort? Dat snap ik niet. Kom, je gaat met mij mee. Ik vind het gewoon een beetje lastig, want dit is best wel schuif, terwijl de neusriem nu echt best wel heel strak zit. Ik wil eigenlijk niet strakker wel doen dan die nu zit. Maar daar moet ik even iets voor bedenken. Degenen die zich afvragen, dit, als je de Micklin Multi koopt, dan zit dit erbij. Dit ding. En er zit ook nog een kaak gekruist erbij. En je kunt teugels dus hier aan doen, maar dat heb ik één keer gedaan. Ik vond dat ze daar niet zo goed op liep. Toen negeerde ze mijn hulp best wel, terwijl ja, ik heb nog niet zoveel contact met dit. Maar ze stuurt eigenlijk wel gewoon net zo makkelijk als met bit. Dus ik vind dit voor nu het fijnste. Dit is zeg maar, aan die ringetjes is de lichtste qua inwerking. Dit is de middelste en kaakkruis is de strengste qua inwerking. Maar als deze ook goed werkt, dan ga ik kaakkruis niet proberen. Je kunt aan de beschermers wel zien dat het weer geregend heeft en dat de bak nat is. Maar ja, alleen maar beter. Wat ik trouwens ook altijd op zo'n hoef smeer, is deo hoef. Ik ben altijd een beetje sceptisch over hoefproducten, hoefvet en zo, omdat je altijd hoort dat het eigenlijk geen zin heeft. En dat van sommigen zouden zelfs de hoeven afsluiten van vocht. Maar in ieder geval hoor je vaak dat ze eigenlijk al net dat in emmer zouden moeten staan. En dan dat je dan vet op moet doen en dat het dan pas werkt. Maar diohoef schijnt dus wel echt te werken. Ik heb deze gekocht via een stalgenoot van ons die verkoopt. Maar volgens mij heb ik hem inmiddels ook gewoon bij Horsefit Shop. Ja, Horsefit Shop en Applejack. Dus ja, ik ga die even op de hoef smeren. En dan mag ze zo weer de paddock in. Ik denk dat ik er nog even lekker zonder deken laat staan. Dan vraag ik wel aan de groepsapp of als ze echt onrustig wordt of ze zonder deken erop kunnen gooien. Maar ik ben het in ieder geval even. Ik weet niet of je het kan zien, maar Zoe en Luna zijn dus continu elkaar aan het kribbelen, wat ik ze echt nog nooit heb zien doen. Dus ik was helemaal blij, want ik had altijd het idee dat Zoe en Luna elkaar tolereerden, maar dat ze elkaar niet echt leuk vonden. Maar nu zijn ze dus aan het kribbelen. Maar Zoe moet mij niet opmerken om te stoppen. Kijk, hij heeft mij opgemerkt, dan stop ze. Staan nou ook, normaal gesproken hebben ze eigenlijk allebei, nee, nu gaat ze weer weg. Maar als ze allebei dekens op, dus misschien als ze nu gewoon dan toch wat jeuk hebben ofzo, dan is het dan wel ineens op gaan zoeken. Maar ik heb echt 100 foto's gemaakt toen ze daarmee begonnen, want die heb ik echt nooit gezien. Nou, ik ben inmiddels alweer thuis en gedoucht zoals je kunt zien. Ja, ik hoop dat je het leuk vond om weer eens een kijkje bij ons op stal te krijgen. Ik weet niet hoeveel van de beelden van het rij gelukt zijn, want ik heb ze nog niet bekeken. Maar ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden en dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Doei!